Hey, what's Gucci? Het is je panda stevenvecht. Dus, ik heb voor jullie nog steeds heel veel liefde op deze video's. Dat slaat echt nergens meer op. Dus ik dacht van, laten we nog een keer zo'n video maken. Dus vind je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked. En deel hem even met je vrienden als je er mee eens bent, als je er niet mee eens bent. Laat het ook even achter in de reacties. Als allereerste hebben we voor vandaag, ja, de kijker van de maand. Oké, dus de kijker van de maand is toch wel weer Dirk geworden. Dirk, super erg bedankt voor al je donaties en dingen en voor je support. Dus wil jij hier aan meedoen, laat iets liefst achter. En dan gaan we nu beginnen met de video. Oké. Oké, dus deze video gaat weer over dingen wat jongens leuk vinden aan meiden. Alleen, het gaat niet over de vieze dingen. Het gaat gewoon over dingen wat jongens oprecht vinden. Wat echt gewoon zo is. Wat ik leuk vind aan een meisje is als ze goed ruikt. Oprecht als een meisje goed ruikt, dat is gewoon lekker. Gewoon als een meisje echt lekker ruikt, dan wil je gewoon de hele tijd bij haar zijn. Dat is een voordeel voor jullie meiden. Dus als je wil dat een jongen bij je is, zorg ervoor dat je goed ruikt. Ga niet ruiken naar te veel parfum of zo weer. Je moet wel weten hoeveel je moet spuiten. Voor mij moet je iets van 4 keer spuiten. Stel, je bent met een meisje en je bent iets aan het doen aan een video of zo. Iets leuks met z'n tweeën, gezellig. En nou ja, ze ruikt lekker en haar geur blijft misschien in de stoel hangen of iets. Van dat geurtje. Dus ze is weg. En dan ruik je die geur nog steeds. Oké, nummer 2. Wat ik gewoon leuk vind aan een meisje is als ze haar leven in orde heeft. Qua, je hebt meiden die altijd heel veel gaan stappen. Of helemaal weten van ja, ik weet niet wat ik wil met mijn leven. Dat is natuurlijk niet erg. Maar ja, op het duur worden ze heel onzeker. En zijn ze echt van, oh, ik weet het niet. En ja, dat is voor mij gewoon een best wel groot afknappen. Ik vind het wel gewoon leuk als een meisje gewoon echt weet wat ze wil in haar leven. Snap je wat ik bedoel? Dat is echt een zeg van, ik wil dit laten worden ofzo. Of ik wil deze kant op. Of ik wil dit proberen in een hobby. Maar dat ze iets heeft waarvan ze zegt van, dit wil ik. Oké, dus. Dit is misschien wel de allerbelangrijkste. Een meisje moet goed zijn met dieren. Een meisje moet leuk zijn met dieren. Kijk, ik heb wel een keer een meisje gehad die dan bij zo'n kat is ergens van, eeuw, haal hem uit bed. Oh, het is zo vies. Dit, dat. Denk ik echt van, doe normaal, weet je. Het is mijn kat. Ja, het is toch schattig als je samen misschien films zit te kijken. En die kat die komt erbij liggen. Ik vind dat leuk, dat vind ik schattig. En als een meisje dan stoer doet van, eeuw, vies kat, dit. Kijk, als je allergisch bent, snap ik het. Maar als je niet allergisch bent. Oké, nummer 4 is, als een meisje niet te veel uitgaat. Ik vind het niet aantrekkelijk, stel ik praat met een meid of iets en ik weet van, oké, ze gaat elk weekend uit. Nee. En natuurlijk, het is leuk. Het is leuk als je uitgaat met je vrienden en dingen. Of het is de manier hoe je uitgaat. Als je elk weekend dronken bent en je gaat uit, nee. Oké, nummer 5. Misschien is dit wel de allerbelangrijkste. Als meisjes weten wat ze willen eten. Meiden weten nooit wat ze willen eten, maar oprecht gewoon nooit. Dan zeg je tegen meisjes, zullen we dit eten, zullen we uit eten, waar wil je heen? En dan zegt ze van, ja, weet niet, kies jij maar. En dan kies je wat en dan is het altijd weer verkeerd. Dus als jij een meisje bent en je weet gewoon van, yo, ik wil dit eten. Oké. Hit me up, please. Alsjeblieft. Nummer 6 is als meiden weinig foundation of gewoon geen foundation gebruiken. Ik vind het zo mooi als een meisje gewoon geen make-up draagt of gewoon bijna niet. Het is bij make-up, je ziet het gewoon. Ik vind dat op de huid is het een beetje raar. Je ziet soms een beetje rare schilfers of zo. Ik weet niet wat je ziet. Maar je ziet als een meisje make-up draagt, foundation of iets. En ik vind het echt oprecht lelijk. Het is te glad. Het is te nep. Ik vind het mooi als je bij een meisje gewoon een pukkeltje kan zien. Of gewoon dat ze wallen heeft omdat ze slecht heeft geslapen. Ja, nee. Ik vind dat oprecht schattig. Natuurlijk als je een keer make-up doet omdat je uitgaat, snap ik. Dat is niet erg. Maar ik vind het gewoon, ik heb iets met make-up. Ik vind het, nee. Nee, ik vind het zonde. Maar je huid gaat, dat vind ik ook kapot aan meisjes. Meisjes zeggen van, oh, ik heb zoveel pukkels. Maar ja, vind je het gek als je 10 kilo op je hoofd smeert? Gek het. Wat denk je dan? Oké, wat vinden jullie tot nu toe van mijn tips? Laat het even achter in de reactions. Koos, dat zou ik echt heel super lief vinden. Oké, nummer 7 is, als zij goed is met mijn ouders. Stel, ze komt langs. En ze is gewoon leuk en lief tegen mijn ouders en een beetje verlegen, een beetje rustig. Mwah, perfect. Maar als ze bij mijn ouders komt en ze heeft meteen haar mond open en ze kan meteen praten, vind ik een beetje, nee. Nee. Dat vind ik niet fijn. Ik vind het leuk als een meisje ook een beetje laat zien van, oeh, ik vind het nog wel een beetje eng of iets. Snap je wat ik bedoel? Dat ze wel heel graag wil praten en ze praat ook gewoon, maar niet dat ze meteen alles op tafel gooit van, yo,
eten is niet oké. Lekker, dankjewel. Snap je dat je wel een beetje aan. Je kan het aan een meisje of aan een jongen, maakt niet uit. Überhaupt zien van, yo, ik blijf een beetje verlegen. Ik doe wat rustiger. En als ik dat niet zie in diegene, denk ik altijd van, ik weet niet. Ik heb een beetje het gevoel van, ja, dat vind ik irritant. Maar dat ben ik. Nummer 8 is als een meisje niet super actief is op social media. Waarom? Ik vind het niet super aantrekkelijk als een meisje super erg bezig is van, yo, ik moet Insta-foto's gaan posten. Terwijl ze, weet ik veel, 800 volgers heeft. En echt van, ja, ik moet foto's. Kijk, als het werk is, als het jouw werk is, snap ik het. Maar anders is het zo van, ik moet echt foto's hebben, tuurlijk. Dat heb ik soms ook van, hey, ik moet wel even een foto hebben voor de gram, you know. En dan denk ik van, tuurlijk, lieverd, ik maak een foto van je. Maar als het er echt mee bezig is van, ik heb nu zoveel volgers weg, kan je me alsjeblieft promoten? En allemaal van die dingen denk ik echt van, get out of my face. En als boys dit kijken, laat even nog meer dingen achter wat jij schattig vindt aan meiden. Want dan kan ik dat zeggen in de volgende video en dan kunnen meiden weer zeggen van, oh, dat is helemaal niet zo, dat is niet leuk. Yeah. Volgende is, ik weet niet meer hoe ik dit moet uitspreken. Het is initiatief. Initiatief nemen. Onderhandelen. Als een meisje jou ook wil zien, jou ook wil spreken. En het moet niet te erg zijn, maar het is gewoon als. Je hebt soms ook wel als je met iemand praat natuurlijk, dat diegene gewoon helemaal niks terugvraagt, helemaal niks doet. Kap dat ook gewoon meteen af. Als jij een meisje bent en je praat met een jongen en die jongen die praat gewoon, die zegt niks. Er is iets tussen lang reageren en droog reageren gewoon de hele tijd van, als jij zegt, had je een leuk weekend en wat heb je allemaal gedaan? En hij zegt ja. Oké, dan snap ik dat je het vervelend vindt. En als hij dat alleen steeds doet, oké, dan moet je het misschien afkappen. Maar als hij ook dingen aan jou vraagt natuurlijk en misschien geeft hij aan van, yo, ik ben slecht op WhatsApp, ik kan niet bellen, bel mij is beter. Dan snap je het. Maar als een meisje gewoon, wat ik vind, heel droog reageert en niet echt dingen ook vraagt, dan is het eigenlijk altijd meteen wel done. Oké, nummer 10 vind ik. Ik vind het heel leuk als een meid ook haar eigen leven heeft en dingen doet met een vriendin. Of iets. Of met vriendinnen. Ik vind het leuk als een meid ook hobby's heeft of dingen gaat doen. Snap je dat ik kan zeggen van, veel plezier, ga je gang, doe je ding. Gewoon, ik vind het leuk als iemand gewoon, en het hoeft niet per se vriendinnen te zijn, gewoon wat ik ook eerder zei, een hobby of zo. Ik vind het echt leuk als een meisje hier, net zoals ik, wat ik heb met YouTube, dat ik daar echt vol mee wil gaan en vroeger echt vol voor ging en nu wil gewoon, het is gewoon een passie, gewoon iets. Dat zij dat ook heeft, dat zij niet mijn passie pakt, maar dat ik ook iets kan leren van diegene. Snap je wat ik bedoel? Dat vind ik wel schattig. Dan denk ik wel van, oeh, dat is heel cute. Oké, mijn nieuwe camera. Ik ben zo verliefd op mijn camera. Wauw, dat slaat echt nergens op. Als ik mijn camera zie, denk ik echt van, oh my god, you so sexy camera. Oké, dus dat waren de dingen waar ik nu wel weer dacht van, oh, dat vind ik leuk. Vind jij dingen leuk aan jongens? Laat het achter in de reacties. Want dan kan ik zeggen van, hey, ik ga een video maken van, wat vinden meisjes leuk aan jongens? En dan kan ik erop reageren op mijn perspectief. Dus, yeah. Uitgepraat. Ik ben uitgebabbeld. Doei.